bij het tweedaagse voorjaarscongres van Divosa in de Schouwburg en op het plein van de Schouwburg in Almere. Daar werden workshops gegeven, daar werd genetwerkt en er waren toespraken. En ik interviewde verschillende gasten. Meneer Paas, u betreurt het dat de wet werken naar vermogen controversieel is verklaard, want dat geeft een hoop oponthoud. En aan de andere kant heb ik u horen zeggen, ik ben nog nooit zo blij geweest met de timing van het congres. Waarom? Als een wet controversieel wordt die voor de gemeenten heel belangrijk is en die misschien nu wel 2 jaar vertraging oploopt, dan is er enorm veel verwarring, wat moeten we nu gaan doen? Ja. Sommigen zeggen, nou, blij dat we er vanaf zijn, want het ging gepaard met enorme bezuinigingen. Anderen zeggen, we hadden eigenlijk nu net alles op de rail staan om dat goed te kunnen voltooien. En dat valt nu allemaal plat. Ja. Dus dit is het moment, en prachtig dat iedereen er ook is, dit is het moment om de koppen bij elkaar te steken en met elkaar te bespreken. Hoe gaan we met dat gegeven om? Gaan we wachten op... Ja, want zoveel gaat er niet veranderen, want het is wel duidelijk dat er de wet zoals die nu is, die komt in misschien iets gewijzigde vorm toch weer aan de orde. En wat zeker is, en dat is de grootste handicap, dat zijn die bezuinigingen. Ik denk dat u gelijk hebt met die taxatie. We weten het allebei niet zeker. Hè? Nee. Er is eerst een verkiezingsuitslag. Daarna moet er een kabinet worden geformeerd. En dat kabinet zal dan beleid hebben. Ja. En ik denk dat ze terugkomen met een licht verbouwde versie van de wet werken naar vermogen. En als dat zo is, want we hebben zo'n soort regeling wel nodig. Ja. Als dat zo is, dan is het zonde van de tijd als wij nu gaan zitten wachten op Den Haag. Ja, goed. Dus u maakt gebruik van deze anders verloren tijd. Maar als u zegt van licht gewijzigd, waar hoopt u dan op? Wat moet er verbeterd worden aan die wet? We hebben van het begin af aan ingezet op 1 regeling voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben er nu, afhankelijk van hoe je wilt tellen, 3, 4 of 5. De wet werken naar vermogen is een stap in de goede richting, maar is dat nog niet. Want de hele SW-sector was een soort van betonblok midden in die wet en daar zaten ook de grootste problemen. Wel bezuinigen, maar verder moest alles zo blijven als het was. Ik denk dat als we dan toch gaan nadenken, dat je op dat punt, hoe regelen we het een slagje slimmer, met elkaar nog wel even mogen nadenken. En dan denk ik dat de best denkbare uitkomst is dat we weer 1 regeling gaan maken. Ja, want dat is het meest belangrijke van deze wet. 1 regeling voor alles aan de onderkant. We hebben vandaag een paar werkgevers aan het woord gehad. Die lieten eigenlijk al meteen merken dat ze gek van ons worden. Ja, ik wou zeggen, dat was weinig complimenteus. Ja, en voor een deel is dat omdat wij stom samenwerken. Ja. Dat kan slimmer. Overigens werken we daar ook al aan. Hè. Dus een initiatief als Locus zal nog niet elke werkgever zijn opgevallen. Ja. Maar dat is precies het leveren van een beetje samenhangend aanbod aan landelijke werkgevers die zeggen wij storen ons aan jullie verdeeldheid. Ja. Dus als dat goed gaat lukken, dan voorziet u in dat bezwaar. Dan is er meer een centraal punt. En dan is het niet iedere keer dat ze gek worden van waar moeten we nou zijn met onze wensen. Ja, en zo kunnen we ook met het UWV aan de slag. Ja. Maar wat blijft is dat je verschillende regelingen uitvoert. Ja. Terwijl als je echt een paar punten hebt waarvan werkgevers weten, daar doen we zaken met alle gemeenten. Of daar doen we zaken met alle gemeenten die voor ons van belang zijn. En misschien ook wel tegelijk met het UWV. Dan gaat het makkelijker als dat niet 3, 4, 5 verschillende sets van voorschriften zijn. Maar dat je ook eigenlijk maar 1 systeem hoeft te wennen. We zagen vandaag Albert Heijn. Ja. Die hebben een beetje ervaring opgedaan met Wajongers. Hun concurrent Jumbo doet ervaring op met SW'ers. Mm-hmm. En ze doen allebei het omgekeerde niet, omdat 1 regeling wel gek en gecompliceerd genoeg is. Ja. Dat is denk ik, als zulke grote werkgevers dat doen, dan is dat voor ons een signaal dat het land beter af is met 1 regeling. Ja. Zeg maar, die werkgevers, die blijken dus in de praktijk toch het nodige te doen. Hè? En we hebben begrepen van KLM dat het voornamelijk mensen waren die hadden stresspostsyndroom, of noemen we dat dan precies hoe weer? Posttraumatische stressstoornis, ja precies, dat woord. Posttraumatische stressstoornis, heb u dat? Ja. En eigenlijk kwamen er meer mensen, dat waren de chauffeurs die bij Defensie hadden gewerkt. En van mond tot mond reclame kwamen ze bij die werkgevers terecht. Dus er gebeurt wel het nodige. Bent u er optimistisch over als u er inderdaad als sector in slaagt om zeg maar, de zaken meer te centraliseren en het wat overzichtelijker te maken, dat het gaat lukken met die werkgevers? Ik ben optimistisch over de dingen die je hier ziet en die wel gebeuren. Ik ben optimistisch over wat er kan. Ja. Ik ben helemaal niet optimistisch over de hoeveelheid mensen waar het in totaal over gaat. Er zijn 100.000 mensen in Nederland. Er zijn schattingen die lopen op tot 500.000. Ja. Waarvoor die allemaal met elkaar gemeenschappelijk hebben dat ze hun loon niet kunnen terugverdienen voor hun baas. Ja. Als dat zo is, dan moeten we dat groot aanpakken. En dat is denk ik het probleem van nu. Ja. Dat er overal wel wat gebeurt, maar het heeft samen geen massa. En het effect is dat er veel te veel mensen thuis achter hun geraniums zitten te verpieteren. Ja.
Maar goed, bedoelt u nu een financieel probleem, de compensatie die er moet komen voor de werkgever, omdat er mensen bij zijn die misschien niet 100% kunnen leveren? Ik weet niet of het alleen gaat over geld. Het gaat ook over cultuur. Het gaat ook over hardnekkige vooroordelen dat het nou eenmaal te moeilijk is. Het is soms ook dat we het te moeilijk hebben gemaakt. Maar ik weet zeker dat werkgevers er heel veel aan kunnen hebben. Als we veel meer van deze mensen aan werk kunnen krijgen. Want zij betalen uiteindelijk ook de belastingen en premies waarmee die uitkeringen moeten worden betaald. Ik denk ook dat we er als land, en voor deze groep mensen geldt het zelf ook, ontzettend op vooruit gaan als je mensen eigenlijk het recht op werken niet ontzegt, maar dat ze gewoon mee kunnen doen. Ja, zeker. Zeg, en de huishoudinkomenstoes, die is van de baan. Die zal ook niet meer terugkomen. Althans, daar ziet het niet echt naar uit. Bent u daar blij mee? Ja, want het is een onding. Ja. Tegelijkertijd hebben we verschrikkelijk veel menskracht en energie en ook geld gestoken. U doelt meteen op de claim die u bij de overheid heeft neergelegd. 20 miljoen, hè? Ja, maar tel er even de frustratie bij op. Die is niet in geld te vangen. Wij zeiden toen dat ding bedacht werd, geef ons alsjeblieft de mogelijkheid om onze medewerkers te laten werken aan dingen die we belangrijker vinden. Dat mocht niet. Toen is ontzettend snel en heel weinig tijd kregen we om het in te voeren. Ja. Daarna zijn heel veel mensen zich het schompers gaan werken om het voor elkaar te krijgen. Allemaal voor niks, zonder van het geld. En nu met terugwerkende kracht terugdraaien, hoe gek kun je het maken? Dus we hebben elkaar helemaal doorgedraaid met een systeem dat niet geliefd was, waarvan iedereen die erover nagedacht had, meteen kon zeggen, dit werkt niet. En we hebben het elkaar wel aangedaan. Ja. En die claim heeft u neergelegd, heeft u enig idee of u ook uw zin gaat krijgen wat dat betreft, of die vergoeding er komt, die compensatie? Nee, geen enkel. Tot nu toe zegt het departement, met rekeningen kun je bij het parlement neerleggen, want die hebben dit gedaan. Ja, ja. Dan denk ik, ja, er is één Rijksoverheid, hoop ik. Ook na de val van het kabinet nog. Ja. Er worden ook vast nog wel pogingen gedaan om te zeggen dat we dat geld al hebben, maar dat ze dat niet zullen terugvorderen. Er worden rare spelletjes gespeeld met geld, maar gemeenten hebben aantoonbare echte kosten gemaakt. En als je dan ineens een haakse bocht maakt, dan is dat sowieso frustrerend. Maar als er kosten zijn, dan zul je ze ook moeten vergoeden. Ja. Zeg, en afgezien van de kosten die de gemeenten hebben gemaakt en de frustratie die er is, is het natuurlijk ook zo dat er een heleboel mensen zijn misleid. Die dachten, ja, ik woon in een huis met meer mensen met een uitkering, dus ik heb geen recht op een uitkering. Wordt er nog iets ondernomen om die mensen alsnog te wijzen op hun recht? Dat denk ik wel. Dat is afhankelijk van wat gemeenten moeten doen. Gelukkig hebben ze de grote groep mensen die ze al in de bestanden hadden nog niet hoeven vertellen van we gaan uitkeringen stopzetten. Ja. Want voor die grote klap is het wetsvoorstel net op tijd teruggedraaid. Maar er zijn een heleboel mensen die zich hebben gemeld of die er zelfs van hebben afgezien om zich te melden omdat ze wisten dat er een huishoudtoets was. En ik denk dat gemeenten wel even moeten investeren in de communicatie met hun eigen burgers om uit te leggen hoe het nu weer zit. Kost ook weer geld, maar er moet een beetje campagne gevoerd worden, begrijp ik. Ja, dus sowieso hebben gemeenten een traditie waarin ze hun inwoners wijzen op de rechten die ze hebben. Ja. En ik denk dat dit past bij die goede gewoonte. Ja. Goed, dus om te beginnen zei u al van we hebben tijd en die moeten we ook gebruiken. Er zijn ook gemeenten die zeggen alles uit hun handen laten vallen, want ze hadden toch al een hekel aan deze klus. Maar dat is nadrukkelijk niet de bedoeling, want er komt op een of andere manier komt er een wet werken naar vermogen. Dus gebruik je tijd, is dat de boodschap? Ja, dat is de boodschap. Gemeenten zijn autonoom, die moeten zelf beslissen wat ze doen. Maar ik denk dat het heel onverstandig is om nu maar eens even heel rustig te gaan afwachten waar een volgend kabinet mee komt. We hebben nu tijd. Onze klanten en wij hebben geen tijd te vermorsen.